De gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten dat de zendmachtiging voor de komende 5 jaar niet meer naar Omroep Almelo gaat, maar naar 1Twente uit Enschede. Omroep Almelo verliest daarmee haar tv-kanaal en FM-zender en is dan niet langer de lokale omroep voor de gemeente. Mijn oproep aan u is, laat het dualisme zegevieren, laat de fractiediscipline los, stem met uw hart. En mocht u zometeen behoefte hebben om uw besluit toe te lichten, onze vrijwillige professionele journalisten staan op de gang met camera en microfoon voor u klaar. Dank u wel. De lokale omroep Almelo heeft laten zien wat ze kan en wat ze doet. Op dat moment dat er geld beschikbaar kwam voor 1Twente, hadden ze hier nog geen letter gedaan in Almelo. De omroep maakt serieus en zichtbaar werk. Bovenal heeft Omroep Almelo een enorm grote binding met onze stad, onze gemeente. Zoiets moet je niet opgeven, zoiets moet je versterken. Nu is de lokale Omroep Almelo een vrijwilligersorganisatie en dat is ook kapitaal. Want als deze mensen zich inzetten voor de stad, dan doen ze dat met hart en ziel. En dat is niet uit te drukken in geld, maar uiteindelijk heeft dat ook een waarde die uiteindelijk in onze gemeente wel onbetaalbaar is. Dan breng ik nu het voorstel in stemming. Examenwerk ben ik niet tegen. Met 12 stemmen tegen en 22 stemmen voor is dit voorstel aangenomen. Lienke Bolhuis, voorzitter van de lokale Omroep Almelo. Het besluitvormend beraad over de zendmachtiging is achter de rug. Uw eerste reactie graag. Nou, mijn eerste reactie is dat ik echt teleurgesteld ben in deze gemeenteraad. Tweede reactie die ik heb is dat ik de nieuwe redactie in Almelo heel veel sterkte wil wensen. Het is een prachtige stad. Dank u wel. Graag gedaan.